Mark toch even weten, nu in ieder geval, dat die rode golf wat dat betreft, die red wave, uitblijft. Al hebben de Republikeinen dus wel veel gewonnen tegelijkertijd. Maar hebben die campagnes daar nou nog veel invloed op gehad, denk je? Ja, zeker. Dus campagnes hebben een gigantische invloed op hoe het, zeg maar, de verhalen in de samenleving ontstaan en tot wasdom komen. En in Amerika is dat niet alleen natuurlijk deze verkiezingen, maar je ziet daar al heel lang dat er bepaalde verhalen vanuit campagnes in de samenleving gepompt worden. En er is een heel cruciaal punt dat je daarover moet weten voor Amerika, dat echt anders is dan hier. In het verleden en ook hier nog steeds stemmen mensen op partijen omdat ze willen dat ze winnen. Dus een partij zegt, als je op mij stemt, dan doen wij dit en dat. Beleid of wat dan ook. In Amerika is het inmiddels zo gepolariseerd, ook door die campagnes, dat het eerder gaat om, als je niet op mij stemt, dan wint de tegenstander en dan pakken ze alles van je af. En dan gaan ons land naar de afgrond. Dus mensen zijn eigenlijk meer aan het zoeken naar het verlies van de tegenstander dan dat ze op zoek zijn naar winst voor zichzelf. En dat komt door die campagnes die echt heel polariserend werken, waar miljarden ingestopt wordt. En die hebben gezorgd voor een totaal gepolariseerd landschap. Nou, hebben natuurlijk echt een vergiftigde sfeer. We hebben natuurlijk Donald Trump heel veel gezien. Hij heeft heel veel campagne gevoerd. Kan dat nou juist ook nog averechts hebben gewerkt? Namelijk dat het dus juist democraten naar die stembus heeft geroepen vanwege die tegenstem. Dus hoe gepolariseerder die boodschap aan de kant van Trump bijvoorbeeld, hoe meer democratische kiezers zich geneigd zullen voelen om te gaan stemmen. Hè? Want je wil dan niet dat hij wint, dus je gaat naar de stembus. Hè? Dus wederom, ze zijn meer op zoek naar het voorkomen van de winst van de ander dan dat ze het belangrijk vinden dat hun eigen partij wint. Je ziet dat ook terug in die dynamiek. Hè? Vergelijk het eens met een voetbalwedstrijd. Normaal gesproken wil je dat je team wint, dus je houdt je een beetje aan de regels. Je wil dat de wedstrijd afloopt, alles. Maar als je wil dat de tegenstander vooral niet verliest, dan ga je dingen saboteren. Dan ga je zorgen, dan ga je het veld oprennen. Dan ga je vuurwerk gooien. Dan wil je dat de wedstrijd gestaakt wordt. En dat zijn allemaal tactieken die je nu terugziet in Amerikaanse verkiezingen. Ja, tot slot, Mark Thiessen, hoe verklaar je nou dat dit dan de duurste campagne is rond die midterms? Ik denk dat de stakes worden steeds hoger, hè? Ook weer door die polarisatie. Dus je gaat zien dat er steeds grotere bedragen door individuele kiezers, maar ook door hele rijke mensen, gestort worden op de rekeningen van hun kandidaten. Om er maar voor te zorgen dat ze winnen. En hoe meer de een ophaalt, hoe meer de ander weer moet ophalen. Dus daar zit ook een dynamiek tegenover. Als vergelijking, hè, als jij een senaatskandidaat in Texas bent, dus één persoon, dan geef je vele malen meer uit dan alle politieke partijen in Nederland bij elkaar opgeteld tijdens een campagne. Dus dat gaat echt om één persoon die een veelvoud uitgeeft van wat wij in Nederland uitgeven. Astronomische bedragen. Dank, Mark Thiessen, voor deze uitleg.